De politie doet een dringend beroep op de samenleving de COVID-maatregelen niet te overtreden door te gaan feesten. Hoofdinspecteur Rachel Deekman, hoofd van de afdeling Voorlichting van het Korps Politie Suriname, laat weten dat de politie van diverse bronnen heeft vernomen dat er een aantal feestjes voor dit weekend zijn gepland. Ze is de samenleving erkentelijk voor hun oplettendheid en roept de organisatoren op om het feesten achterwege te laten. Tegelijkertijd. Brengt de politie, de organisatoren in herinnering dat het onverantwoord is om ondanks de zoveel waarschuwingen, de geboden en de verboden toch over te gaan tot het organiseren van feesten. Op de artiesten wordt een dringend beroep gedaan om een voorbeeld te zijn en vooral te blijven. En daardoor een community-spreiding te voorkomen. Degenen die van plan zijn de feesten te bezoeken, worden gewaarschuwd om zulks niet te doen. De politie zal ook in dit weekend zonder aanzien des persoons optreden. Laat het niet zo ver komen dat u medeverantwoordelijk wordt gesteld voor de spreiding van het COVID-19-virus in Suriname. Hoofdinspecteur Rachel Deekman, hoofd van de afdeling voorlichting van het Korps Politie Suriname. Ze waarschuwt dat er opgetreden zal worden tegen een ieder die zich niet houdt aan de COVID-19-maatregelen.